Een van de meest excentrieke schrijvers die Nederland heeft gekend is volgens mij Lodewijk van Dijssel geweest. Hij leefde van 1864 tot 1952 en is dus 87 jaar oud geworden. En van die 87 jaar heeft hij er 25 in Baren gewoond. Zijn echte naam is Karel Johan Lodewijk Albertink Tijm. Zijn vader was boekhandelaar en uitgever in Amsterdam en speelde een belangrijke rol in de emancipatie van het katholieke volksdeel in de 19e eeuw. En als rechtgeaard katholiek stuurde hij zijn zoon naar de Jezuïeten op het jongensinternaat Roel Duc. En dat heeft ongetwijfeld invloed gehad op zijn karakter. Van Dijssel was pas 23 jaar toen hij in 1887 de naturalistische en schandaalverwekkende roman Een Liefde publiceerde. Er brak een enorme rel uit. In de roman wordt het gevoelsleven van een vrouw, Mathilde genaamd, beschreven. Ook haar seksuele gevoelens komen aan de orde. En voor het eerst in de Nederlandse literatuur wordt er min of meer expliciet geschreven over vrouwelijke zelfbevrediging. Veel lezers zijn geschokt. Maar met dit boek was zijn naam wel gevestigd. En profileerde hij zich als een van de belangrijkste leden van de roemruchte beweging van de tachtigers. Waarvan ook bekende namen als Willem Kloos, Albert Verwij, Herman Gorter, Helene Swarts, Frederik van Ede en Frans Erens deel uitmaakten. Deze groep schrijvers wilde radicaal breken met de oude literatuur van vaderlandslievende dominees. Volgens de tachtigers moet literatuur niet moralistisch zijn, maar is ze een individuele uiting van een kunstenaar die daarmee andere individuen wil aanspreken. De bekende slogan is dan ook: kunst is de allerindividueelste expressie van de allerindividueelste emotie. Waarmee gezegd wil zijn dat de kunstenaar met niets of niemand anders te maken heeft dan met zichzelf. Deze beroemde uitspraak is van de dichter Willem Kloos. Er bestaat een curieuze opname uit 1934 van Lodewijk van Dijssel, waarin hij zelf probeert uit te leggen wat het belang is geweest van de beweging van 80. Ik zeg nadrukkelijk probeert, want ik heb het idee dat hij veel te diep in het glaasje heeft gekeken. Het is de vraag met welk oog. Duidelijk om mijn mening kunnen kennen, want ik als we meer tijd hadden. Maar we hebben maar hier weer tijd, dus ik kan maar in korte woorden samenvatten wat ik bedoel nu. Hè. Wij hebben in 1880, ongeveer 50 jaar geleden, hebben wij deze tegenwoordige literatuur gesticht. En toen was onze bedoeling dat die evenwaardig zou worden met overspringing van de 18e en de 17e eeuw, letterlijk. Tot nu. En daar zijn we mede in geslaagd. Wij hebben nu te wezen op een aantal meesterwerken die maken dat onze tegenwoordige literatuur van de laatste 50 jaar gelijk staat met die van de 17e eeuw. En wij leggen ons des te meer toe hierop om dat te bereiken, omdat we dachten dat de literatuur een grondbestanddeel van het volksbestanddeel was nu, hè? Een grondbestanddeel van het rasbewustzijn. En daarmee weer geslaagd te zijn, en we vleien ons ook hiermee dat al de erkenningen die we gehad hebben, daarop terugwezen, ja, dat we inderdaad dat bereikt hebben. Dat is alles wat ik u te zeggen had. Op 15 september 1893 kwam Karel Tijm met zijn gezin in Baren wonen. Het was bekend terrein voor hem, want zijn ouders bezaten in de nabijheid van Hilversum het landgoed Heuvelrust, waar Karel overigens ook geboren is. Neerlandicus en bekende Barenaar Frits Boy zegt hierover: hij zocht dus een huurhuis en hij kreeg een tip van zijn vriend en medetachtiger Frederik van Ede, die veel hier heeft rondgewandeld, dat er hier een villa te huur was voor 200 gulden. En dat vond Van Dijssel wel aantrekkelijk. Hij was toen al getrouwd, had één kind en misschien al twee. En toen heeft hij zich hier in deze villa gevestigd. Het was niet zo'n grote villa. Je hebt daar rechts was zijn werkkamer, daarachter was een slaapkamer. En links was de eetkamer en woonkamer. En boven had je maar één slaapkamer en een zolder. Maar goed, hij was er tevreden mee en verhuisde dus met zijn gezin hier naar Baren. Hij beschrijft dan in zijn gedenkschriften het huis en ook de omgeving. Hij is
erg gesteld op de natuur. Hij beschrijft de bomen, de bloemen, de geuren ervan. En hij heeft hier veel gewandeld. Alleen en ook met Frederik van Ede. En hij wandelde eindeloos. Hij wandelde naar Amersfoort. Hij wandelde naar Hilversum. Via de landgoederen ging dat. Dus dat ging via Buitenzorg en Groeneveld. En zo verder. En hij wandelde ook door de Eempolder naar Bunschoten en Spakenburg. In Baren ontvangt hij allerlei bekende letterkundigen en andere kunstenaars, zoals architecten. Zo zijn hier Frederik van Ede geweest en Boutens en Leopold. En ook Torop is hier geweest. En architecten als de Basel, Berlage en Roland Holst. En die hebben hier gelogeerd en ook wel gewoon thee gedronken. Van 1893 tot 1901 woonde Van Dijssel in de Villa Villetta. Villetta betekent gewoon kleine villa. Daarna is hij verhuisd naar de overkant, wat nu de overkant is. Twee huizen die toen gewoon naast elkaar stonden op de Waldeck-Piermondlaan en de Jacob van Lennep-laan. En hoe is dat nou gekomen? Nou, in die tijd naderde zijn koperen bruiloft. En hij had intussen dus die drie kinderen en het huis was al erg klein ervoor. En zijn inkomen was nog kleiner. Dus hij zat een beetje moeilijk in die tijd. En vrienden en bekenden van hem, die hadden dat in de gaten en hebben toen bedacht om een feestcomité op te richten en Van Dijssel en zijn vrouw iets geweldigs aan te bieden, namelijk een nieuwe woning en een kapitaal om van te leven. Ze hebben toen de Basel, een bekende architect nog steeds, de opdracht gegeven om een villa te ontwerpen op een stukje land naast Villetta, dat is dit stukje land, waar allemaal bremstruiken op stonden. De villa is er gekomen in 1901 en er is ook een groot feest geweest in een restaurant Groeneveld met wel 30 gasten om die bruiloft te vieren. De villa kostte 9000 gulden en Van Dijssel is daar met zijn gezin ingetrokken. Hij was toen al een gevestigde schrijver. En hij vond het wel mooi om zijn contacten met Baren te verstevigen. En vooral met de elite van Baren. Wat dat betreft was Van Dijssel wel een snob. Hij voelde zich echt thuis bij de elite. En vond zelf ook, omdat hij een dubbele naam had. Want Van Dijssel is eigenlijk een schrijversnaam. En hij heet Karel Alberdingk Tijm. Hij zocht dan contact met de Baarse notabelen, burgemeester Dolny bijvoorbeeld, en met bewoners van huizen in de buurt, met de Jong Schouwburg en later Jonker de Brouw, die woonde op Buitenzorg, met Op den Oort, met de familie Inzinger, met de familie Pierson, met meneer Patijn en meneer Boldoot, allemaal bekende Baarnaars in die tijd. En als een soort vorst ontving hij deze mensen op audiëntie en maakte het op die manier toch wel een indruk. Baren kende ook wel. Het was ook een vrij gezette, deftige meneer, een driedelig pak en een wandelstok, een mooie strooie hoed op om in de zomer hier door Baren te flaneren. En hij was ook zo bekend dat er geen adres nodig was. Als je een brief schreef aan de weledel, zeer geleerde heer Van Dijssel in Baren, dan kwam die brief altijd aan. Een speciaal contact had hij met de familie Pierson. Dat kwam omdat hij had ontdekt dat meneer Pierson, die woonde op Uitenbosch, dat was een bankier in Amsterdam. En die man die schreef in zijn vrije tijd. Hij vond het leuk om boeken te schrijven over de geschiedenis. Hij heeft over de medici een boek geschreven en over de Egyptische farao's. En hij heeft zijn eigen herinneringen opgeschreven.
En Van Dijssel was onder de indruk en die schrijft ergens: het is toch bijzonder dat deze meneer Pierson, die dus zoveel geld heeft dat hij elk weekend een enorm feest kan geven, dat hij zich bezighoudt met schrijverij en met vertalen. Pierson vertaalde in die tijd een boek van een Duitse filosoof, Kaiserlich. En daar was Van Dijssel van onder de indruk. Maar bovendien zocht Pierson contact met hem, omdat hij een zoon had die aan het dichten was geslagen. En hij wilde wel van Van Dijssel weten of die gedichten literair iets voorstelden. Dus Van Dijssel werd uitgenodigd op Uitenbosch. En nu is het grappige, Van Dijssel die dus ontzettend veel liep in die tijd, enorme wandelingen heeft gemaakt tot aan Amsterdam en Amersfoort aan toe. Die liep niet naar Uitenbosch, nee, hij wist dat meneer Pierson een auto met chauffeur had, een mooie Amerikaanse slee. Ja, dat beschrijft hij ook. En hij liet zich dus ophalen hier van deze villa om bij meneer Pierson op bezoek te gaan. Of het iets opgeleverd heeft, dat vermeldt de historie niet. In elk geval is de jongeman Pierson later Japans gaan studeren en een bekende Japanoloog geworden. En ook hier in Baren omgeving geweest en ook gewoond. Van Dijssel die heeft ook contact gehad natuurlijk met de plaatselijke boekhandel. Maar dat was niet zo goed in het betalen van zijn rekeningen. Ook al had hij dan een aardig inkomen gekregen zo door zijn vrienden, was dat toch nog geen echte vetpot. En hij schrijft dan, als de boer aandringt om betalen van rekeningen, het volgende briefje aan de boer: ik duid u in het minst niet euvel dat u wilt disponeren over het bedrag uw rekening over 1907. Tot mijn leedwezen schikt het mij echter, juist nu gij in verlegenheid zijt, niet uw kwitantie thans te honoreren. Ik had bedoeld uw rekening deze zomer in de maand juni te betalen en ik kan deze termijn niet verder vervroegen dan tot 15 mei. Maar u vindt elders wel een klant die u op dit ogenblik kan helpen. Hoogachtend uw dienstwillige dienaar, dokter K.J.L. Alberding Tijn. Nou, daar kon de boer het dan mee doen. Maar wachten tot Van Dijssel met geld over de brug kwam. Hij ondertekent dus voluit met zijn eigen naam, Alberding Tijn. Maar ook met zijn titel, dokter Alberding Tijn. Maar is hij nou echt gepromoveerd? Nee, Van Dijssel is niet echt gepromoveerd. Maar hij heeft een eredoctoraat gekregen van de Universiteit van Amsterdam. En ik geloof samen met Willem Kloos. Van Dijssel heeft tot 1918 in Baren gewoond. Toen liet hij zich scheiden van zijn vrouw Cato, met wie hij 31 jaar getrouwd was geweest. En tot aan zijn dood heeft hij vervolgens in Haarlem en Amsterdam in verschillende pensions gewoond. Zijn Barendse periode is ook zijn meest productieve periode als schrijver geweest. En in die tijd heeft hij ook boeken geschreven die best te pruimen zijn voor de 21ste eeuw. Want in eerste instantie schrijft hij heel naturalistisch. Maar langzamerhand schuift hij op in de richting van de mystiek en de symbolistische benadering. Hij wil niet meer de werkelijkheid op zichzelf weergeven, maar de hogere werkelijkheid achter het direct zichtbare. Daaruit volgt dan dat Van Dijssel nieuwe uitdrukkingswijzen zoekt, een nieuw woordkunst die het hogere kan benaderen. Deze methode wordt bekend als het sensitivisme. En voor ons, in de 21ste eeuw, is dat echt wel een beetje moeizaam lezen. Om niet te zeggen, het is nauwelijks meer te pruimen. Het gaat heel erg traag allemaal. Behalve als romancier en schrijver van proza-gedichten is Van Dijssel berucht geworden als criticus. Als literair criticus. Hij is een meester in het genre van de scheldkritiek. En latere schrijvers die naam hebben gemaakt als criticaster, zoals Willem Frederik Hermans en Gerrit Komrij, zijn duidelijk schatplichtig aan hem. En dat genre heeft hij tot op hoge leeftijd beoefend. Lodewijk van Dijssel is op 87-jarige leeftijd in Haarlem gestorven. In de Nederlandse letterkunde van omstreeks de eeuwwisseling heeft hij een bijzonder markante plaats ingenomen. Hij behoorde tot de beweging der tachtigers die ten strijde trokken tegen de burgerlijke literatuur van hun tijd. Meer dan als prozaïst was hij bekend
ja gevreesd als criticus om zijn bijtende, niets en niemand ontziende kritiek. Hij genoot de oprechte bewondering van velen. Dat bleek nog op zijn 85ste verjaardag, toen vele vooraanstaande figuren uit het culturele leven van ons land hem kwamen gelukwensen. Onder hen de zangeres Jo Vincent en de acteur Paul Huff. In alle eenvoud is Van Dijssel nu op Westerveld begraven. Behalve de naaste bloedverwanten waren hier onder andere tegenwoordig professor Anton van Duinkerken, de schrijver Godfried Bomans, de dichter A. Roland Holst, de toneelspeler Eduard Verkade. Met Lodewijk van Dijssel is een schrijver heengegaan die op revolutionaire wijze heeft meegewerkt aan een vruchtbare vernieuwing van onze taal. Het is merkwaardig tenslotte dat in Baren een aantal lanen de namen van schrijvers hebben gekregen, terwijl ze hier nooit gewoond of gewerkt hebben. Zoals Bilderdijke, Da Costa en Nicolaas Beets. Maar Van Dijssel en ook Helle Haase hebben hier, de een lang en de andere kort, gewoond. En het zou dus Baren sieren wanneer ze bijvoorbeeld deze Dillenburglaan zou omdopen tot de Lodewijk van Dijssellaan. En voor Helle Haase is er vast ook nog wel ergens een plekje te vinden.